Wat moet ik doen? Godsamme. Ja, het is toch erg, hè? En dan zegt hij, het is mijn huis, zegt hij dan. Ja, ja, ja. Dat komt nou hierop. Dat komt hier nou op, dat is mooi. Jawel, het aanstaan. Dat komt hier op nou, het geluid staat aan. Wel waar. Oh, wel waar, komt op. Tuurlijk. Zeker. De laatste verhuizing van mijn ouders naar een mooi appartement leek een uitkomst. Alles perfect in orde. En heel belangrijk, alles gelijkvloers. Geen traplopen meer en bovendien geen onderhoud in en rond de woning. Ik kon mijn ouders een onverwachts bezoek brengen. Ervan uitgaande dat ze thuis zijn. Met draaiende camera bel ik aan. Het van binnenuit ontgrendelen van de deur laat echter op zich wachten. Kort gedrukt. Oh, ben je niet te voordeur, maar helemaal niet knap. Ik heb de deur staan bewegen. Ondanks de lolligheid bij de deur van mijn moeder, krijg ik de indruk dat ik toch niet geheel op het juiste moment kom aanwaaien. Mijn vader is moe, kortademig. En kortaf. Die heb ik al gezien, dus daar kan ook kapot. Hup, weg ermee. Weg ermee. Ik ga je koffie zetten. Dan loop ik even achteruit. Ik ga achteruit. En op mijn kop staan. En dan kan ik heel goed hoor. Maar waar moet ik lopen? Dan kom ik niet meer vooruit. Ja, ja. Laat jij mij even zien hoe soepel het allemaal nog gaat. Waar is je rollator? Oh ja, in de kelder. Koffie is er altijd. Op welk moment van de dag je ook langskomt. Geen koffie in een beker en een dikke lepel erin. Nee, even netjes, zoals dat hoort. En op zulke momenten denk ik dan altijd, hoe zou het zijn als hier niemand is? Stil, met de klok tikkend op de achtergrond en nog geen radio staat aan. Een koffie en schenken? Ja. Er is geen koffie zonder koekjes. Die horen er ook bij. En als je denkt dat er even snel een paar koekjes uit de kast wordt getrokken, dan heb je het mes. Die worden gepresenteerd op een schoteltje en het liefst bijpassend. Zo gaat het hier iedere dag. En mijn vader? Die gaat er weer eens goed voor zitten. Tegen beter weten in wordt er nog steeds gerookt. Niet binnen. Dus staat mijn vader diverse keren voor de deur te roken. Dat grote ergernis van enkele medebewoners die zich kennelijk hieraan lopen te irriteren. Nou, dan hebben ze aan mijn vader een zware dobber.
Het verzoek kwam of hij in het vervolg aan de overkant van de weg zou willen gaan plaatsnemen. Met zijn asbakje en peuken. Aan de overkant staat immers een bankje van de gemeente. Dat zou fijner zijn dan het gerook voor de deur. Het verzoek werd met verbazing aangehoord, maar afgewezen. Gevel en dakisolatie aangebracht op de eerste verdieping. Schilderwerk is uitgevoerd in verschillende fasen in de periode tussen de zomer 2013 en 2015. Dus dat is niet onaardig. Ja, het is niet zo dat je met een hamer en een schroevendraaier. Zaterdag 11 februari is er een open huis. 11 februari. Van 10:30 tot... En zo, na een aantal maanden, staat deze gouden kooi toch weer te koop. Het niet naar buiten kunnen was voor mijn moeder een groot gemis. En de zoektocht naar een nieuwe woning is dan weer in volle gang. Ik ga 2 maal in de week naar de fysiotherapie. En dan ga ik roeien, fietsen en de rekstok. En gewichten. Meer doe ik niet. En daar ben ik fit van. Dan ben je soepeler en beweging in de knieën en alles. Dat is prima. Een aantal onderzoeken zijn eraan vooraf gegaan. Maar uiteindelijk, mijn vader gaat toch onder het mes. Er worden een aantal vernauwingen aangepakt bij zijn hart. Deze vernauwingen veroorzaken duizeligheid en vermoeidheid. Om de operatie een beetje fit in te gaan, is geadviseerd om wat aan beweging te doen. Ja, en dan moet je gaan sporten. Maar sporten met stropdas, kan dat? Toch al met enige verbazing volg ik mijn vader. Na binnenkomst hangt hij zijn jas op en loopt gelijk door naar de fiets. Gaat 10 minuten fietsen en neemt de volgende oefening. Ik mis iets. Een sporttas met sportkleding. Nou, dat heeft mijn vader niet nodig. Althans, dat zegt hij. En zo staan we binnen 30 minuten weer in de lift, op weg naar huis. En thuis? Thuis vraag ik mijn moeder nog even waarom ze eigenlijk niet meegaat. Daar heeft ze wel een mening over. Ik heb er geen zin aan om 's morgens zo vroeg uit bed te komen voor een half uurtje of 3 kwartier gymnastiek te doen daar. Je komt bezweet in huis, moet je onder de douche, een kopje koffie drinken en het is 12:00. Dat is de halve dag om. Ik heb het wel gedaan. Ik ben 15 jaar op de gymnastiek geweest. En dit laatste half jaar heb ik dus niks meer gedaan. Dus, nee, dat merk ik niet. Want ik word er niet beter van. Dus dan heb ik toch geen zin om dat te doen. Ik kan wel fietsen, alleen ik durf niet te fietsen en ik kan niet afstappen. Dat is het probleem. Verder is er niks.